bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Raya Tivai en vandaag gaan we verder met deel 2 van de makkelijkste en grootste parcours in Roblox. Dus zeg dan een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren als jullie nieuw zijn of dat nog niet hebben gedaan. Ik heb er heel veel zin in, ik hoop dat jullie ook heel veel zin hebben. Ik heb heel veel, hoe kan ik het zeggen, ik heb heel veel motivatie. Ik was natuurlijk een domme sukkel en ik klikte per ongeluk Roblox weg. Dus moest ik even van het begin terug beginnen en ben ik weer hier. Maar mijn handen zweten helemaal, dus dat betekent dat we verder moeten gaan. Eigenlijk betekent dat helemaal niks, maar betekent dat eigenlijk heel veel stress heb. Maar laten we gaan beginnen met deze video. Oké, let's go. Ik ga... Oké, ik moet klikken op mijn scherm. Oké, ik hoop dat ik deze keer niet val. Ik vraag me af waarom deze zo licht zijn. Is dat gewoon een beetje om mensen te trikken of... Dus ik ga proberen iets sneller te zijn vandaag, jongens. Want de vorige keer zeiden jullie allemaal dat ik noob was. Dus laten we iets sneller gaan. Oké. De vorige keer zei ik al van, die jongen is snel. Dat zou ik ook willen kunnen. Maar oké, nu ben ik even snel. Oh, ik zit er eigenlijk bij. Als dit in echt was, was ik al lang op de grond gevallen, hoor. Zo. Oké. Hey, dat lukt. Ik denk dat deze trap weer hetzelfde is. Dat dit weer letterlijk gewoon snel snel lopen is voordat de trap wegvalt. Ik denk dat het zoiets is. Of nee, toch niet. Dit is gewoon een trap naar boven, jongens. Ja, zie ons gaan. Zie ons gaan. Een hele grote trap. Oeh, ik viel er bijna al af. Het is een hele lange trap. Jeetje. Het wordt altijd iets steiler. Oh, niet vallen. Het is gelukkig geen trap die wegvalt. Ja, ja, we gonna do that. Oké, het wordt elke keer iets moeilijker. Oeh, ik word er misselijk van. Als dit in echt was, was ik al lang dood en buiten adem geweest. Oké, ik kan hier niet naar boven. Oké. Ja, hup, we doing it. Yes, yes, yes. Gewoon gespierde vrouwen zijn we. En oké. Dan hebben we een stuk gras. En ik weet niet hoe. Oké. Dan moet ik hier. Hup, ja. Kijk, noem mij nu nog eens een keer noob, jongens. Noem mij een noob. Jullie kunnen niks meer over mij zeggen. Ik ben gewoon geen noob meer. Zien jullie het? Ik spring gewoon rond een boom. Hup, gewoon easily. Easily. Ja, ja. Normaal als ik dat zeg, ben ik ook gewoon direct dood. Maar op dit moment gaat het goed. Oké. Oeh. Oh my god. Kijk hoe mooi uitzicht trouwens, jongens. Kijk hoe... Ja, oké, hier is geen uitzicht, maar kijk. Vanaf waar kunnen we zien waar we begonnen? Besef, vanaf daar begonnen we. Dat is de start, moet je zo lopen. Ga je trap helemaal op. Moet je hier die dingen volgen. Wacht, ze gaan nu wel komen. Inderdaad, hier deze moet je dan volgen. Ga je helemaal hier rond. Ga je hier heel rustig over moeten. Hier, hier, hier. En ja, ik weet niet, is dat al de finish? Nee toch? Want dat kan nog niet. Ik ben nog net mijn avond video begonnen. Oké, easily, easily. Zo, we springen gewoon. Doen we gewoon even. Oké, oeh. Ah, die gaat moeilijk zijn. Wacht, wacht even. We moeten zelf niet lopen. We worden geduwd. We moeten gewoon springen. En zorgen dat we nergens tegenkomen. Dit is gewoon letterlijk een lift. Zien jullie dat, jongens? We mogen er gewoon niet tegenkomen. Dat is het enige wat niet mag. Oh my god, jongens. Ah! Kom op, hoe moeten we zelf schuiven dan? Kunnen we zelf naar voren dan? Huh? Hoe de hel moeten we naar links of naar rechts komen? Wacht. Oh, we moeten springen gaan. Oké. Oké. Oké, jongens. Oké, we did it. Oh, ik dacht even, dat is een hele moeilijke, gaan we niet halen. Oké. De trapjes omhoog. Gewoon simpel even trapje. We gaan gewoon even naar de hemel, zoals jullie kunnen zien. Wacht, is dat daar aan de finish? De VIP? Oké, we gaan het gewoon doen, jongens. Zoals jullie kunnen zien. We zijn gewoon de pro's der pro's. Ik ben benieuwd hoe het uitzicht straks is. Het gaat gewoon geweldig zijn, denk ik. Woe! Helemaal vol concentratie, handen zweten. Jeetje. Hup. Gewoon naar de hemel toe. Nee!
ik dacht het gaat easy. Waarom zou ik traag doen? Ik ben toch geen noob. Oké, we gaan het gewoon opnieuw doen. Oké. Ik wil eigenlijk gewoon heel dat zo gaan. Op deze manier. Dat gaat veel sneller. Maar dan ga je ook veel sneller dood. Oeh. Oh, dat snipt. Oké. Hier voel ik ergens. Oké, we did it. Oké, wat is dit? Dit is een soort... Oké, ik denk dat we dan bij de finish komen. En dan moeten we raden hoe we eigenlijk moeten gaan. Oké, ik denk via hier. Oké, nee, dat is het al niet. Ik vind doolhof wel leuk, maar als het te lang duurt, word ik geïrriteerd. Ik denk via blauw. Oké, ook weer... Ja, nee. Oké, hier ook niet. Waar moeten we gaan, jongens? Dan moeten we maar hier gaan. Misschien hier. We moeten eigenlijk gewoon alles rustig aflopen. Oké, wacht. Oh, daar is het denk ik. Oh nee, we zijn hier begonnen. Ah! Oh, dat is vervelend, jongen. Zo. Links dan? Nee, ook geen links. Sorry als jullie misselijk worden, jongens. Ik word er ook een beetje misselijk van al die bewegingen. We moeten het vinden. We zullen het vinden. Ik denk dat het een keigroot doolhof is, dit ook gewoon, hè. Oh, we kunnen ook de andere kant op. Oh my god, we komen continu ergens anders uit. Oh, dit is moeilijk, denk ik. Oh my god, ik ga gewoon deze kant volgen. Het voelt goed. Ik volg gewoon letterlijk wat mijn hart zegt. Mijn hart zegt, ga maar naar hier. Ook omdat er nieuwe kleuren zijn, denk ik van, nee. Ik dacht even wat nieuwe kleuren zijn, komen dichter bij de finish, die mooie lila kleuren. Maar helaas pindakaas. Laten we dan even de hele felle kleuren zoeken. Laten we groen volgen. Misschien is hier wel een finish. Oh, dit is moeilijk, joh. Zeg. Kunnen ze het nog moeilijker maken of zo? Nee. Ik wil hier kijken. Waarschijnlijk klopt die dood. Ik weet ook letterlijk niet meer of ik ergens ben al gaan lopen. Hè. Ik weet het gewoon letterlijk niet. Oh my god. De meeste van de tijd ben ik hier gewoon in een doolhof. Ook dat dat doorliep. Oké, dus hier is het ook niet, jongens. Best moeilijk. Wie zal ik het? Oké, er is iemand die ook nog wel op level 13 is. We zijn waarschijnlijk allebei aan het zoeken naar de finish. Misschien hier. Ja, voor mensen die ook de finish misschien nog nooit hebben gevonden. Wie weet ga ik in deze aflevering, ik hoop het dan toch, ook de finish vinden. Dan weten jullie het. Maar het is alleen zo moeilijk, want je weet niet waar je al bent geweest. En er zijn zoveel paden. En de ene leidt naar de ander. En de andere leidt dan weer naar de ander. En de ander is weer zo groot. En dan vind je hem niet. Oké, misschien hier. Ik ga de gele nu volgen. Nee, dan moet ik hier gaan. Het lijkt continu dat ik hier al ben geweest. Ik denk dat hier de ingang is. Klopt dat? Hier is ergens de ingang, denk ik. Nee, ik ben gewoon letterlijk gedeoriënteerd. Ik weet gewoon de... Oh, ik word helemaal gestoord van dit, hè. Ik dacht van, oh, easy. Ze zeggen, easy is de makkelijkste, parcours. Maar ik vind dit toch niet makkelijk, hoor, jongens. Nu ben ik een beetje op dat punt gekomen van, het is toch leuk, maar het begint met te irriteren. Ja, hier ben ik al geweest. Denk ik. Kijk, het punt is gewoon, ik denk dat ik hier al ben geweest. Ik weet gewoon niet meer waar ik ben geweest. Ik ga deze volgen. Is het hier ergens? Hier ben ik al geweest, zie je? Ja, hier loopt het dood. Ik loop continu, denk ik, hetzelfde. Even kijken. Oké, dit gedeelte moeten we dus niet zijn, want dit loopt dood. Dan moet het aan deze kant zijn, right? Als ik me... sorry jongens, ik ben heel gedeoriënteerd, dus ik weet niet waar ik ga. Dus ik denk dat het aan deze kant is. Ik ga dan eerst deze kant volgen, die gaat ook doodlopen. Ja, inderdaad. Dus dan moet het een van deze twee paden zijn. Dus dan ga ik eerst naar deze gaan, naar de rechter. Dat is het irritante dus, hè? Dan kom je weer in een keigroot gedeelte. Maar dat betekent normaal gezien dat je dan wel goed loopt. Oh my god. En nu loop ik denk ik de andere kant op. Oké, dus deze loopt ook niet goed. Het is dus die andere kant. En daar gaan we dan meer naar het midden lopen. En dan uiteindelijk komen we bij het einde aan, denk ik. Het begint te lijken dat ik nu het goede pad heb gevonden ergens. Omdat ik
continu langer kan lopen en ik loop niet meer vast op een of andere manier. Dus ik ben op een nieuw gedeelte gekomen. Hier is een smiley. Betekent die smiley dat ik op de goede weg ben? Of is dat gewoon... Ah! Oh, deze guy laat me helemaal doorschrikken. Ben ik nu op de juiste etage of is dat gewoon letterlijk om je te mindfucken? Ik weet het niet. Oh my god. Serieus, loopt hij dood? Oh nee, laat maar. Oh my god, weer al 3 splitsingen. Ja, deze loopt dood, duidelijk. Dan gaan we deze proberen. Deze is moeilijk, joh. Deze kun je toch letterlijk niet onthouden. Als mensen naar mij kijken, kunnen ze hem niet eens onthouden. Ik denk dat deze dood loopt hier. Oké. Okay. Oh! Ben je echt serieus? Ik heb heel dat doolhof gedaan. Ik ben bij de VIP gekomen. Er was nog een dingetje waar je moest overlopen. Ik ben gevallen. Ik ben letterlijk gevallen. Oké, ik ben een paar seconden, jongens. Ik ben zo terug. Het was hier aan de rechterkant ergens. Dus ik ga deze doen. Ik wil bij de finish komen nu ook. Ik wil het nu ook gehaald hebben. Het was ergens hier. Oh, dit wordt nog een lange rit. Oké, jongens, ik heb letterlijk nog een kwartiertje te zoeken. Ik vind hem letterlijk niet meer. Ik heb super veel hoofdpijn gekregen door continu te kijken, door al die doolhoven. Maar helaas, pindakaas niet gevonden. Ik hoop het ook dat jullie het een leuke video vonden. Heel stom dat ik heel snel door wou lopen. Maar ik hoop dat jullie toch een leuke video vonden. Doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Oh, ik ben echt heel misselijk. Vergeet niet te abonneren als jullie nieuw zijn of dat nog niet gedaan hebben. En ik zie jullie graag morgen terug met een nieuwe video. Adios.